Dit wordt allemaal gedeeld op een forum. En die forum, daar zitten allemaal vieze mannetjes. Het zijn bijna allemaal mannen, logischerwijs. Ja. Die dit soort beelden maken en dat verspreiden. Daar kicken ze op. Deze dame, die wordt dus opgenomen, mogelijk door haar huisbaas. Ik weet niet, hij zei dat het komt uit een studentenhuis, deze beelden. Om hoeveel mannen, jongens, ging het? Duizenden. Duizenden. Ja. Hoeveel van die duizenden jongens zijn gepakt? Volgens mij zijn er 7 opgepakt. Hij heeft mij toen ook gedwongen om analseks te hebben. Dat heeft hij ook gefilmd. En vooral omdat dat niet mag volgens de islam. Ga gewoon naar een meid toe, je typ. Je begint met haar te chatten. Je zorgt ervoor dat je bij haar infiltreert gewoon. Op dat moment zie ik haar gewoon als een hoer. Ik zei nee, want ik vond mezelf te jong. Ik wist amper wat het was eigenlijk. Die jongens accepteerden geen nee, dus hij sloeg net zo lang tot ik zei oké, ik doe het wel.